De SP-fractie in Noord-Holland heeft 23 december 2019 schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten. Aan Wim Hogevors van de SP het waarom. Dat er met grote regelmaat wordt gereden met meer dan de toegestane aantal maximum personen. En dat is voor ons aanleiding, zeker als SP, omdat we altijd kritisch zijn geweest op de inzet van buurtbussen, om dat goed in de gaten te houden. En niet alleen maar omdat we graag het volgens de regels willen doen, maar ook omdat het voor de reiziger en de chauffeurs grote risico's met zich meebrengt om met meer dan 8 personen in een buurtbus te rijden. Dat is zeker zo. Wij denken dat het een taak van Connexion is om goed in kaart te brengen wat het maximum aantal reizigers per rit is. En dat is gesteld, dat is gewoon wettelijk geregeld op 8. Als je de Hosanna-verhalen hoort over weer 60.000 reizigers het afgelopen jaar op bepaalde buurtbuslijnen, dan kan het niet anders of dat er wel eens meer mensen dan die 8 per rit meerijden. En nogmaals, in verband met de veiligheidsaspecten voor reizigers en ook de chauffeurs, vinden wij het van groot belang dat hier goed opgelet wordt. Want dat is absoluut niet goed te keuren. Ik heb ook gevraagd of de wethouder van Horen een mening erover had. Want als de periferie dus eigenlijk Horen niet kan bereiken, is dat natuurlijk ook slecht voor de economie van Horen. Want dat staat altijd hoog in het vaandel, zowel van GroenLinks als VVD. Ja, kijk, openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Wij als SP, maar daar zijn we niet de enige in, hebben gestreden voor behoud van gewoon reguliere lijndiensten. Als nu blijkt dat door de inzet van buurtbussen bepaalde mensen niet of te laat op een bepaalde bestemming kunnen komen, dan hebben we met elkaar wel een probleem en dat probleem moet worden opgelost. We zijn heel blij met de inzet van alle vrijwilligers die buurtbussen rijden. Want zonder hen zou er zelfs geen buurtbus rijden. En dat zou betekenen dat heel veel mensen dus helemaal nergens meer terecht kunnen komen. Dus daar zijn wij ook heel erg zuinig op. En wij moeten ook niet in een situatie belanden dat je steeds heen en weer springt tussen reguliere buslijn met een betaalde chauffeur en weer een buurtbus, want wij moeten zuinig zijn op de vrijwilligers. Maar dat moet wel op een zorgvuldige, nette en acceptabele manier gebeuren. En dan, ja, dan sta je bij een bushalte en die bus is vol. En zo'n chauffeur die denkt, ja, ik mag er maar maximaal 8 meenemen. Dat is een dilemma. Ja, ik kan me dat heel erg voorstellen. Zeker als jij een buurtbus rijdt in een omgeving waar jij zelf ook woont en werkt en je vrije tijd besteedt, dan ken je ook heel veel reizigers. En dan moet je wel van goede huizen zijn om tegen die mensen te zeggen, nou, u kunt niet meer mee, want mijn bus zit vol. Daar stel je eigenlijk als vervoerder, de vrijwilliger, voor een groot dilemma. Heeft u wel eens met een chauffeur gesproken over het feit wat de gevolgen kunnen zijn als hij een ongeluk krijgt en hoeft ineens zijn schuld te zijn? Ja, ik zelf woon ook hier in Enkhuizen waar we nu staan en ik ga regelmatig met de buurtbus mee om gewoon eens contact te hebben met de vrijwillige chauffeurs. En dat zijn allemaal hele leuke aardige mensen. En de meesten zijn zich ook wel bewust van de problematiek die wij hier nu met elkaar schetsen. Maar zij geven ook aan dat het soms lastig is om de 9e passagier te laten staan bij de halte. Want er is in de bus fysiek vaak nog wel wat ruimte. Maar als een man een bijstanduitkering heeft of hij heeft een AOW met een klein pensioen, stel je voor dat die letselschade advocaten om de hoek komen kijken. Zijn ze dan bewust van het feit dat ze dan bankroet zijn? Ja, dat vraag ik me wel eens af, want het kan inderdaad, zoals u zegt, hele ernstige grote gevolgen hebben. Een ongeluk zit in een klein hoekje en ik wil echt niet zeggen dat deze mensen roekeloos rijden, want dat is absoluut niet zo. Maar je bent ook afhankelijk van je andere weggebruikers en dat kan hele grote vervelende gevolgen hebben. Hebben jullie als SP in de Staten wel eens tegen de nieuwe gedeputeerden gezegd, weet je waar, hoe het allemaal gaat met die buurtbus? In de vorige periode stond mevrouw Elisabeth Post aan het roer van het openbaar vervoer. En daar hebben wij als SP heel vaak vragen en kritische opmerkingen over de buurtbus overgemaakt. Zij gaf eigenlijk altijd niet thuis. Toen kregen we meneer Tekin, die inmiddels vertrokken is. En ja, de huidige waarnemend gedeputeerde mevrouw Pels, die hebben wij hierover nog niet kunnen bevragen. Die zit hier natuurlijk ook nog maar heel kort op dit dossier. En ja, wellicht met haar opvolger.
Maar ja, het is altijd zo, 4 jaar zitten gedeputeerden daar, maar die ambtenaren zitten misschien wel 25 jaar. Dus waarschijnlijk die ambtenaar, die heeft de vragen waarschijnlijk onder ogen gehad van jullie. En die hebben de vragen alweer klaar, worden voorgelegd aan de gedeputeerden. Die lezen, nou ja, correcte vragen. En eigenlijk zijn het de vragen die ook misschien correct zijn bevonden door mevrouw Post. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Kijk, het echte werk doen natuurlijk de ambtenaren. En ja, die zijn niet veranderd. Dus wat dat betreft ben ik heel erg benieuwd hoe wij de antwoorden op de vragen die ik gesteld heb weer kunnen gaan gebruiken in onze verdere studie naar de toekomst van de buurtbus. 23 december heeft u die vragen gesteld aan de gedeputeerde staten. Wanneer verwacht u het antwoord? Nou, de gedeputeerde staten nemen altijd 6 weken de tijd. Dus ik ga ervan uit dat we eind deze maand antwoord kunnen krijgen op deze vragen. Maar de SP in Noord-Holland en misschien ook wel de SP hier in Enkhuizen, die zou het erger op prijs stellen natuurlijk. Waarschijnlijk dat er een reguliere bus komt tot 's avonds 22:00. Ja, wij hebben in 2015 uitgebreid actie gevoerd hier in Enkhuizen en directe omgeving om de toenmalige lijndienstbus te behouden. Dat is helaas niet gelukt. En nogmaals, wij zijn blij met de vrijwilligers die de buurtbus rijden. Maar wij denken dat het geoorloofd is om op bepaalde tijden in elk geval weer een reguliere bus in te kunnen zetten. Wat ik wel zag, dat de bus wel redelijk rijdt op de tijden van de trein. Want de trein kwam aan en er kwamen 2 bussen wel naar de verschillende richtingen. Maar er rijden wel toch genoeg bussen om die passagiers dan op te vangen die uit de trein vandaan komen. Ja, zeker. Dat was toen ook nog een probleem. Hè? Want toen werd gezegd van, ja, maar er rijden zo weinig mensen met de bus. Maar dat kwam eigenlijk omdat de bus altijd op net te vroeg of net te laat wegging. Het is maar hoe het bekijkt. Maar dat gaat nu heel erg goed. Ja, vandaar die 60.000 reizigers. Met die hoera stemming bij de buurtbusondernemingen. Ja, zeker. Ik denk dat dat een van de redenen is. Omdat de chauffeurs daar zo goed op letten. Dat er zoveel mensen hier in de omgeving toch gebruik maken van de buurtbus. En dat laat ook zien dat er zeker behoefte is aan een busdienst.